ook wel spannend in zo'n helikopter zitten. Vandaag is een hele bijzondere dag. Ik ben namelijk op huis Ten Bos. Nee, niet die in Den Haag, maar in Japan, Nagasaki. Daar hebben ze het hele paleis gewoon nagebouwd. En wat hebben we hier nou? We hebben de World Gardening Cup. En er zijn de 10 beste tuinontwerpers over de hele wereld. Ze zijn uitgenodigd om hier te strijden voor de meest felbegeerde prijs. Best Garden Designer of the World. Vorig jaar was de onbetwiste winnaar van de show, de Best Garden Designer of the World, een Nederlander en bovendien een hele goede vriend van me. Nico, alles goed? Ja, prima joh. We zijn weer in Japan. Ja. Vertel eens even over je ontwerp. Nou ja, we hebben een horizontale bogen gemaakt van staal, waar we verticaal groen in op aangebracht hebben. Duurzaam materiaal, dus het is allemaal cederhout van hier en staal. En de natuursteen voor de waterpartijen komt ook van hier. Heb je weer wat gewonnen? Ja, ik heb dit jaar, nou ben ik niet het allerhoogste gehaald, maar brons, daar zijn we toch heel blij mee. Maar heel veel mensen zullen denken van ja, in mijn achtertuin, is dat mogelijk? Of? Dat is makkelijk mogelijk. Dit is 100 vierkante meter, dus wat dat betreft valt het best wel mee. Ja, op zich een redelijk gemiddelde tuin. Het is niet dat ik denk van dat is zo groot, dat past bij mij niet. Dus. Nee, Nico San, zo heet je hier geloof ik. Ja. Ik ga snel door naar de echte Best of Show, ik ben heel erg benieuwd. Ja. En dan zie ik je misschien later. Hartstikke mooi. Bedankt hè. De onbetwiste winnaar die dit jaar het mooiste tuinontwerp maakte, is de Australische Jim Forgatty. Congratulations to begin with. Thank you. So you won best of show. Yeah, I did. Yeah, big surprise, and of course beat Nico, which is a big honor. I didn't actually think that the Japanese would like the color schemes. It's very Australian and maybe a little bit too modern. But yeah, so it was, you know, a nice surprise to get best in show. The trees and the way you plant is really like the nature, is it? Yeah, I enjoy the idea of blending modern architecture with more of a natural planting scheme. I think the contrast I find quite interesting. Well, good luck with the show because you have to talk to all the people and I'll see you later. Thank you. Yeah. Great to see you. Op de World Gardener Cup kun je prima spotten wat er de komende tijd op tuingebied gaat gebeuren. Zo'n event is natuurlijk dé plek om de nieuwste trends te zien op het gebied van tuinieren. En een ervan is de toepassing van glas in de tuin. Dat heb je op verschillende manieren, maar dit is toch wel heel erg bijzonder. Het is geperst glas en in feite gebruiken ze het als stapsteen. Het mooie van glas is dat je het uiteindelijk ook weer heel goed kan recyclen. En dat is natuurlijk weer duurzaam. Een van de trends die je heel goed terugziet, ook hier, is het gebruik van water in de tuin. Nou, vroeger had je het ook wel, maar dan zag je leeuwkopjes of de molensteentjes. Maar je kan er veel meer mee. En dit is een goed voorbeeld. Als het ware een plaat gemaakt waar het water overheen loopt. En er zit ook relief in, het water pulst eigenlijk, waar je een hele bijzondere werking van het water krijgt. Echt prachtig. Van alle tuinen die hier gemaakt zijn, is dit toch wel mijn favoriet. En dat komt door de sterke symboliek die erin zit. Met de ringen, en dat staat voor vrede. Dit zijn wat grotere watervallen. Dat stroomt dan in de eerste vijver. We hebben natuurlijk die kortenstalen ring. We hebben beplanting aan de zijkanten. Ook super gedaan. Hele mooie natuurlijke beplanting verder. Dus al met al is dit mijn topper. Dit is zo echt een voorbeeld van een prachtige showtuin. Ja, het is een beetje klassiek gemengd met moderne elementen, zoals die stalen strips erachter waar het water overheen stroomt. En het idee van zo'n tuin is niet dat je per se mooi hoeft te vinden, maar je moet er inspiratie uit opdoen. Je zou bijvoorbeeld onderdelen die je wel mooi vindt toe kunnen passen in je eigen tuin. Ik vind deze bestrating zo ingemetseld, die stenen wel grappig. En zo'n bordertje in combinatie met een meerstammige boom ook. Dat zou je heel goed zelf thuis kunnen doen. Het is heel erg spijtig, maar mijn Japanse avontuur, weliswaar met een Hollands tintje, zit erop. Het was een prachtige World Gardening Cup. De topontwerpers over de hele wereld kunnen spreken. Prachtige tuinen gezien. Nieuwste trends. Dus ik heb heel erg veel inspiratie opgedaan. Ik hoop jullie ook. Nou, voordat ik wegga, ga ik wel nog even kijken hier. Ik zou misschien nog even naar Utrecht kunnen of naar Gouda. Of, oh nee, Amsterdam. Ik zeg sayonara.